Het mosselseizoen is van start. Hoe zijn de mosselen trouwens? Mosselen zijn waanzinnig lekker. Ze zijn super lekker. Goed van grootte, goed van vlees. Super. Zeker aanraden om te komen eten. Is er nu een groot verschil tussen de hangcultuurmosselen en de bodemcultuurmosselen? Goh, ja, dat sowieso. De smaak. Ik denk dat iedereen wel graag een goede Zeeuwse bodemcultuurmossel... Ja, je merkt dat wel, ja. Ja, echt wel van smaak, van grootte, van structuur. Ja. Hangcultuur is ook lekker, hè? Super lekker. Hè? Maar we zijn altijd blij dat de bodemcultuurmosseltjes er zijn. Mosselen, dat is een belangrijk product voor een restaurant als Droge Noot, hè? Ja, uiteraard. Ja, als een van onze belangrijkste producten staan we al jaren voor gekend. We hebben op 13 verschillende of 14 verschillende wijzen dat we die klaarmaken met bier, met look, met room, op zijn thuis. Dus ja, ja. Een leverancier, Alpha Fish, die willen jongeren meer overtuigen om mosselen te eten. Is dat zo'n probleem? Ja, hey, probleem. Ja, je merkt dat wel dat de jeugd meer naar pizza en sushi grijpt, wat ook heel lekker is. Maar een goede mossel, dat is super gezond ook. Dat is hier gevangen in onze zeeën. Dus aan expo en aan transport is dat ook heel weinig. Dat is eigenlijk voor het milieu is dat ook super goed. Op welke manier wil men de jongeren dan gaan overtuigen om meer mosselen te eten? Ja, het is duurzaam gevangen. De jeugd is ook bezig met het milieu, als je nu ziet. De mossel wordt in onze eigen zee gevangen. En het is ook snel klaargemaakt. Op 5 minuten is een mosselpotje klaar. Het is ook snel van eten. En het is ook kei gezond. Er zijn kei weinig calorieën dat er in een mossel zit. En je hebt er superveel omega-3 van. En het is echt een volwaardige voeding ook nog eens daarentegen. Ja. En wat is jouw favoriete versie van mossel? Een Antwerpse mossel, hè. Ik ken niks boven een Antwerpse mossel. Ja, sowieso.